Het platform Buurtorganisaties heeft vanmorgen een petitie aangeboden aan de minister van Sport en Jeugdzaken, John de Goyo. Volgens de voorzitter van het platform, Harriette Melgers, zijn de medewerkers vanaf het vakantietraject 2016 nog steeds niet uitbetaald. Het kan gewoon niet, zegt zij. Minister de Goyo heeft het platform uitgenodigd om de vakantiecentra voor dit jaar te vervolgen, maar dat de medewerkers hebben aangegeven dat zij er niet aan zullen meewerken alvorens zij hun vergoeding van het vorige vakantietraject hebben ontvangen, zegt Melgers. We willen duidelijkheid. We hebben de minister gezegd, woensdag zouden ze starten met de vakantieactiviteiten. Wij hebben gezegd, ultimatum, gevraagd voor een gesprek. En ze zegt gewoon 16 september. Maar dan draaien de vakantiecentra's al. Dus wij zeggen van nee, we dienen een petitie in. Want het is namelijk zo dat vanaf de toenmalige minister dat het niet goed gegaan is binnen de volksbuurten, de buurtorganisaties. Als mijn achterband weigert, dan gaan we geen. Is onverantwoordelijk om kinderen te laten komen. Het gaat om 100, 150 kinderen. Wie heeft dan toezicht op die kinderen? Dus dan stopt de vakantieschool. Ik vind het wel jammer, want die kinderen vragen steeds wanneer begint de vakantieschool, wanneer begint de vakantieschool. En de vakantieschool is niet alleen maar dat je bezig bent met die kinderen. De vakantieschool, misschien weet de minister dat niet, is dat je ook een, net als een, hoe heet dat, een crash, de ouders weten van hey, ik ga werken, maar van zo'n uur tot zo'n uur zijn mijn kinderen veilig. De groep die de petitie heeft ingediend bestond uit leden van de wijken Houttuin, Sophia's Lust, Kwasabaolo, Witsanti en Sunny Point. Zij zijn ontvangen door minister de Goyo en directeur Rachel Koningsbloem. De bewindsvrouw was verrast met de petitieaanbieding omdat zij laatst met de voorzitter van het platform heeft gesproken. Minister de Goyo gaf verder aan op de hoogte te zijn van de situatie van de buurtorganisaties. Volgens haar is zij bezig met het ministerie van Financiën om de vergoeding rond te krijgen. U weet, bij de overname hebben we een aantal dossiers overgenomen, ook achterstaande met betalingen, die we zo zoetjes aan heel snel aan het inlopen zijn. Dit is één van ze en ik denk dat het deze week in orde komt. Tot vrijdag nog was ik bezig, zoals ik u ook had aangegeven al, was ik bezig met het ministerie van Financiën. Dus het kan nu elk moment dat ze de mensen van onze financiële afdeling oproepen om die cheque te gaan halen, zodat we de mensen kunnen betalen. Want wanneer mensen hebben gewerkt, moeten ze betaald worden. Dat is waar wij in geloven. Het is een jaar, we vinden het heel erg. We geloven erin dat het is maar roken. Die moet kiespij. En daarvoor zetten we ons in. En dat kan elk moment het geval zijn. Dus u hoeft niet te vrezen. Ik ben heel blij dat u me bent komen zien. Ik ben heel blij om jullie te zien. Maar u hoeft niet te vrezen. Het komt in orde. Omdat het ook voor ons als ministerie prioriteit is dat u betaald wordt. John de Goyo, minister van Sport en Jeugdzaken. De bewindsvrouw heeft het platform van buurtorganisaties ontvangen op haar ministerie. Zij hebben een petitie aangeboden waarin zij vragen om de uitbetaling van verrichte werkzaamheden tijdens de vakantieschoolactiviteiten van het vorig jaar. Intussen heeft onze nieuwsdienst vernomen dat deze uitbetaling waarschijnlijk morgen plaatsvindt.